Ik ga eventjes met de deur in huis vallen, jongens. Ja, want een hele hoop kijkers weten dat ik namelijk een buikwandpijnsyndroom heb. Dat is dus ook genaamd. Die heb ik weer bij me. Sorry. Hey, joepie. Ja, ik zou u eigenlijk een beetje bijpraten voor het ziekenhuis, want ik... Goedemiddag allemaal, welkom weer bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karin en Roderick, Roderick en Karin, ja dat zijn wij. Het is vandaag dinsdag 7 november 2023, ja. En het is nou bijna 2:50 in de middag, ja inderdaad. Roos nou het lekker de hondje aan het uitlaten en wij moeten er zo van tussen. En wat, dat krijgen jullie zo meteen even te horen. Komt allemaal goed en wij wensen jullie gewoon heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Ik ga eventjes met de deur in huis vallen, jongens. Ja, want een hele hoop kijkers weten dat ik namelijk een buikwandpijnsyndroom heb. Dat is dus ook genaamd acnes. Dus ook voor de nieuwe kijkers, dat is gewoon geen pretje. Als je benieuwd bent wat dat is, moet je even naar mijn playlist toe gaan. En naar het dagboek van mijn acnes, zeg maar. Dagboek acnes, ik weet even niet zo uit mijn hoofd. Maar dan zie je alles. En ik heb al eerder een PRF-behandeling gehad. Ik weet even niet meer wanneer. Maar dit wordt mijn tweede, want de pijn is behoorlijk terug. Ik praat er niet zoveel over nog meer. Nee, dat weet ik. Moet ik eigenlijk wel weer gaan doen om even mijn dagboek weer even een beetje bij te schraperen. Maar ja, het is zometeen om 15:40 moet ik dus... 15:40, zeg ik dat goed? Ah! Ja, nee, 15:20, zo, goedemorgen. Dat en dat is nog even 20 minuten verschil. Dus, nou ja, iets van 3:15 moet ik er zijn. En deze behandeling duurt ongeveer, nou ja, en ze trekken daar ongeveer 1 uurtje, 1,5 uurtje voor uit. Wat ze dus eigenlijk gaan doen, is dus, ik heb dus nou pijnpunten op mijn buik gedaan. Waar ik pijn heb. Ik weet niet of ik dat kan laten zien via de spiegel. Ik zal eens even kijken of ik dat kan eventueel. Dan moet ik even naar de logeerkamer toe. Het is daar wel een dikke bende. Sorry, maar eens even kijken of ik dat zo kan laten zien. Dat weet ik dus even nou niet. Ik zal eens even... Au. Eens even kijken, kan ik dat zo laten zien? En jullie even kijken hoor. Ik heb wel wat afgetekend. Even kijken. Kijk, hier. Zo. Je ziet hier een rondje. Ho. Gaat nou wazig worden. Dat is niet de bedoeling. Kijk. Ik heb dus een aantal x-rondjes, zeg maar. En ja. Dat zijn dus mijn pijnpunten. En ik mag er maar 3... ja... vullen, zeg maar. 3. Draai ik eens aan de kant. Dus ik mag hem maar eigenlijk maar 3 vullen. Zo. Dus, ja. En ik zak weer lekker naar beneden. Fijn. Dat is niet handig. Nee. Maar oké. Dan zet ik maar even laag. Maakt ook even niet uit. Maar ja, wat ik ook al zei, de pijn is behoorlijk terug. Ik laat het niet zo altijd zo merken. Ro merkt het wel, want ik ben gewoon dan heel snel moe. Heel snel chagrijnig, nergens fut in hebben. Dan slaap ik ook heel veel. En daarbij, ik heb ook ijzer en vitamine B12 tekort. Dus dat is 3 keer dubbelop. Dus ja, nou ja, en dan wil ik wel gewoon naar buiten. Maar dan pak ik gewoon even de auto. Ga ik gewoon even een rondje rijden, want dan ben ik wel eruit. Want lopen met de hondjes, dat is gewoon weer voor mij te veel. Ik doe eigenlijk dan nu even de hondjes alleen op en op het grasveld.
En dan ben ik alweer naar boven en dan ben ik gewoon alweer back af en ik heb gewoon te veel pijn. Dus ja, dat wordt zometeen een retourtje ziekenhuis. En volgende week, de 16e uit mijn hoofd, even kijken, heb ik weer een afspraak en bij mijn arts Bronkhorst. En dan gaan we even kijken van wat we nog eigenlijk kunnen doen, want ik ben er echt zo klaar mee. Het huilen staat me nader als lachen, ja. Maar ja, weet je, je moet er ook soms mee gaan leren leven en ik weet gewoon niet hoe. En mijn stiefbroer die heeft er ook last van en die loopt dus nu en bij het revalidatiecentrum, maar het helpt niet. Dus daarin zeg ik al, mijn stiefbroertje is er helemaal klaar mee, ik ben er helemaal klaar mee. Ja, het lijkt of en of er helemaal geen uitzicht is qua pijn, wanneer dat eigenlijk eens een keer verholpen is, zeg maar. Wij hebben geen uitzicht van, hé, wanneer? Kijk, je kan het aan ons niet zien en dat we pijn hebben. Ja, oké, als we echt steek hebben, dan gaan we echt kromlopen. Maar je kan het niet aan ons gezicht aflezen en dat we ziek zijn, zeg maar. Want dat is binnenuit. Dus ja, dus soms, als ik in de menigte loop, dan probeer ik wel eigenlijk een boog om mensen heen. En zodat ze dus niet met een elleboog of wat dan ook in mijn zijen poren per ongeluk. Dus daar moet je ook echt mee oppassen. En misschien dat de mensen wel mij dit gewoon herkennen. Dus we gaan het zien, we gaan het meemaken. Ik weet niet of ik daar mag filmen, ik ga het wel vandaag vragen. Of het eventueel kan, of eventueel met mijn telefoon. Ik denk het niet. Dus ja, ik ga het gewoon nu wel vragen. Want de vorige keer heb ik het niet gedaan. Dus ik wil zometeen nog even lekker weg met Ro. Maar Ro die is altijd weer lekker langzaam bezig. Maar dat geeft niet. Want ik ga er zometeen zelf nog even naartoe rijden. En ik mag dus zelf niet meer terugrijden. Nee. En mijn auto is mijn heilig. Dus dat wordt nog wat. Ja. Ro dat ik zometeen rijden in mijn auto. Nou, dat is weer heel voorzichtig, heel langzaam en dan kan ik niet tegen. Gewoon lekker gas erop, gas op die lolly. Maar ja, ik mag niet terugrijden. Dus ik zal wel even moeten dealen. Dus dat ga ik ook doen. Dus jullie horen het wel van mij zometeen, straks. Die hebben we weer bij me. Sorry. Hey, joepie. En we gaan even kijken. Kijk. Ja. Ja. Bananensmaak, luchtig. Een ja, met voor een euro. Ja, je kan het altijd wel licht gewoon proberen. Misschien vind je het wel nu lekker. Nee, het is luchtig, maar dat vind ik lekker. En toch koop je er een? Ja, eentje, niet allemaal. Oh, jammer. Welke kies jij? Goedkoper. Welke kies jij? Goedkoper. Die, de goedkoper. Die is duurder, die kleine. Dat ja, dat is fijn. Snap ik niet. Nee, niet. Nou, deze kant gooit de helft weg. Ben je er goedkoper uit, toch? Ja, precies. Ja, en toen is het alweer een aantal x uren later. Ik moet jullie nog even bijpraten over vanmiddag. Ja, dat zeer zeker. Maar ik heb hier al het een en het ander ready. En dat wil ik eigenlijk alvast op één dingetje plakken. Ja, want ik vind het leuk. Ja. En dat is namelijk een hele mooie QR-code, jongens. Ja, zoals jullie kunnen zien, het is een hele mooie QR-code, ja. Dus die kun je scannen. Deze kun je scannen. Ja, ik zou zeggen, maak er ook even een printscreenje van. Helemaal top. En ja, dan ben ik eigenlijk van plan om eigenlijk jullie even mee te nemen naar buiten. Mam even hier te laten. Eventjes tegen iemand anders zeggen dat ik eventjes even wat aan het doen ben. Even kijken waar die uithangt op mijn WhatsApp. Ik ben even naar de brievenbus. Brievenbus. Zo. Dan, ik kan u even nou en nou niet meenemen, maar ik moet even de huisnotes mee hebben. En ik moet de autosnotes even mee hebben. En ik moet even jullie mee hebben. En ik moet de grote mee hebben. Ja. En dan ga ik jullie laten zien wat ik ga doen. Ja. Spannend. Spannend, ja. Spannend. En ik wil eigenlijk ook even mijn telefoon mee hebben. Kan ik er een foto van maken? Dan kan ik die ook even naar mama opsturen. Even kijken, neem ik mijn mobiel even mee. Zo. Is leuk, want ik ga wat doen.
Ja. En dan heb ik ook inderdaad de sleutels van mijn auto nodig. Dat vind ik het leukste. Hoi hoi. Ja. Daarom dat zeg ik, dat vind ik het leukste. Jongens, het regent. Ja, het regent water. Het regent echt water. En daar ben ik niet zo blij mee. Maar ik ga wel even heel snel naar de auto. En ik neem jullie wel mee. Deze camera die overleeft wel heel veel dingen. Maar ik moet wat halen. Ik moet wat pakken uit de auto. Het regent, jongens. Dat is niet leuk. Nee, en jullie moeten niet zakken. Nee, ook dat niet. Nou moet ik even kijken welke kant ik op moet. Hey. Voilà, die. Jullie moeten niet zakken. Ik moet deze hebben. Moet ik heel veel duct tape hebben. En ik ga jullie even meenemen waar ik dat wil doen. Het gaat harder regenen, jongens. Het gaat harder regenen. Kijk, deze. Deze heb ik namelijk in beeld. Dus hier wil ik hem eigenlijk gaan hebben. Dus ja, dat zien jullie zo meteen. Ja, hij hangt. Hij hangt. Dus iedereen die hier nou aankomt, die kan het scannen. Jee, toppie. Ja, goedenacht eigenlijk alweer. Ik zou jullie eigenlijk een beetje bijpraten voor het ziekenhuis. Want ik had dus een afspraak in het ziekenhuis voor mijn PRF-behandeling. Ik moest daar om 15:20 wezen. Nou, ik ben daar. Word ik al gelijk door en geroepen en naar de behandelkamer. En ik ga daar eigenlijk al liggen. Hij gaat voelen. Ik denk, oké, ik ga zo door de grond van de pijn. Dankjewel. Fijn. Maar toen kreeg ik dus te horen dat deze behandeling dus bij mij niet aanslaat. Dus hij gaat ook niet verder met de PRF-behandeling. Maar ik krijg er van die plakketjes. Dat zijn dus stroomgolven. Dat moet dus blijkbaar dan wel helpen. Hopen ze. Dus daar heb ik dus ook alweer een afspraak voor. Gaat fijn. Volgens mij de 17e in het ziekenhuis hier dichterbij. Dus kan ik ook weer even gratis parkeren. Dat scheelt weer in de wijk. Dus even kijken. Dat wordt dan de 17e, dat is een vrijdag. Moet ik en bij de specialisten zijn die mij dus dat dan gaan uitleggen hoe het werkt. Dus we gaan dat maar eens even bekijken. En de 16e ook sowieso ook naar Bronkhorst, om daar ook eventjes het een en ander te vermelden hoe ik me voel. En qua mijn energie die heel erg achteruit gaat, dat ik heel weinig kan ondernemen. Auto rijden, maar lopen, dat is gewoon één grote fiasco, zeg maar. Ik kan wel lopen, maar dat is eventjes een kleine rondje, gewoon de Jumbo. En dan ben ik al gewoon moe en doet het me gewoon allemaal te veel pijn. En dan kan ik beter gewoon gaan liggen slapen. En dat is eigenlijk wat ik nu op dit moment ook doe. Nu heb ik dan weer eventjes een vlog gemaakt. Nou, daar heb ik 3 dagen over gedaan. En dan iedere keer eventjes een paar... iedere keer een... 3, 4 dagen over gedaan. Met deze. Dan iedere keer maar een half uurtje. En dan, weet je. Of gewoon per keer... Op een dag een half uur, als ik net even weer wakker ben, dan ga ik even ervoor zitten een half uurtje. En dan ben ik gewoon weer moe en dan wil ik gewoon weer gaan slapen. Dat is het eigenlijk. Dus en ik moet ook Roa weer straks van zijn werk afhalen. Het is nou net 2:00. 2:03 in de nacht. En mijn wekker gaat alweer om 5:45. En dan moet ik Roa weer ophalen even van zijn werk. Dus dat is eigenlijk het geval. Dus, en dan heb ik om 10:00 alweer een afspraak. En dan om 2:15 moet ik alweer in het ziekenhuis wezen voor mijn injectie. Die staat gelukkig wel. En dan daarna naar de dierenvoedselbank. Daar ben ik ook gewoon allemaal kapot. Ben ik ook gewoon moe. En ja, weet je. Dus hoe ik dan nog mijn energie heb om te vloggen. Ik weet het op dit moment niet. Maar ik probeer het wel. Net zoals vanavond, ik denk, naar zijn werk wou brengen. Ik denk, Ro wou me nog even trakteren op een Mackie. Prima. En ik denk, ik ben mijn camera gewoon vergeten. Normaal vergeet ik het nooit. En nou dus wel. Dus kan je nagaan dat ik me gewoon nog niet lekker voel. Dat is het eigenlijk.
Dus ik let ook een beetje op mijn eigen lichaam. Ik kijk even wat mijn eigen lichaam kan, et cetera, et cetera. Dus, maar voor bij deze, laat ik het nu weer even bij deze vlog. Ik hoop dat ik jullie wel weer een beetje bij heb kunnen praten over mijn acnes. Deze gaat ook sowieso in mijn dagboek acnes. Het is een hele rare, ja. Ze kunnen mij gewoon niet helpen met een PRF-behandeling. Dat is met Midinalde. Dus, want 2 augustus ben ik geweest en ik heb nou gewoon weer daar nachten dat ik gewoon pijn heb en dat ik gewoon huil van en van de steken. Dus dat is ook niet lekker. Dus, maar oké, het maakt heel veel uit, moet ik het zo zeggen. Maar ik heb zoiets van, ja, het moet gewoon doorgaan. Mijn leven gaat door, maar soms heb ik ook zoiets van, laat me gewoon alsjeblieft lekker gewoon een paar dagen lekker in mijn nest liggen. Val me niet lastig. Ik ben gewoon moe. Het doet me te veel pijn. Ik wil gewoon even lekker met rust gelaten worden. Maar ja, weet je, het leven gaat door. En anders kom je er nergens. Maar zo zit ik nu soms wel even in elkaar voor jou. Weet je, het boeit me allemaal even niet. Laat me gewoon met rust. En val me gewoon niet lastig. En weet je. Ja, daar kan ik lang en breed over lullen, maar ja, daar is eigenlijk al, het leven gaat door, het werken gaat door en er moet ook voer op de plank komen en voor mezelf en nou ja, vooral en voor mijn dieren, want zoveel eet ik niet. Want ik krijg het gewoon niet weg, ik word gewoon misselijk van eten, waar ik heel raar niet misselijk van word is gewoon chips, naturel chips, daar word ik niet meer misselijk van, maar... En ook van de McDonald's. Dat zijn de enige dingen waar ik niet zo heel erg misselijk van word. Maar zoals aardappelen, vlees, groenten. Nou, mijn maag draait om. Dus ik krijg dat. Ik hou dat gewoon niet heel goed binnen. Dus dat moet ik ook even allemaal met mijn arts bespreken. Dus even kijken wat hij qua planning heeft. Want daar zeg ik al, ik eet heel slecht. Ik eet zowat niet. Ik drink ook zowat niet. Omdat ik het gewoon de misselijk even word. Dus dat moet wel eventjes besproken worden. Dus misschien dat jullie ook tips hebben. Ik weet het niet. Maar dat gaan we allemaal zien. Maar wat ik dus net al wou zeggen. Ik laat het hierbij. Ik ga lekker naar bed en ik wens jullie ook voor morgen een hele fijne dag. En maak er wat van, ook al heb je pijn. Ik weet niet wat voor pijn je hebt, maar we gaan er allemaal voor. Want ook ik heb het nou steen koud, want ik heb last van mijn reuma. Syndroom van Raynaud. Dus ja, dus ik heb het gewoon ook stervenskoud, dus maakt niet uit. Ik ga lekker mijn bedje opzoeken, jongens. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik zou zeggen, doe het duimpje even omhoog. Doe het belletje aan. Abonneer even en laat een reactie achter. Dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.